Ja, ja, vrienden, ik ga niet mezelf hier. Nee, of hier slaan. Ga ik allemaal niet doen. Nee, nee, maar wat ik gezegd heb, is wel even uitgekomen. Ja, 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 ja. Want ik heb gezegd, Abu Talib, ja, dat is een slimme man. Die heeft ze hier allemaal echt op een rijtje. En Abu Talib, die gaat het mondkapje gewoon verplicht stellen in Rotterdam. Op bepaalde gebieden natuurlijk. Daar waar het druk is, daar moet de Rotterdammer even het mondkapje voordoen. Ja, en ik heb hem gezien nu, die Abu Talib. Ja, want ik heb al gezegd, ik ben een fan van hem. Dus dat hoef ik ook niet te verbergen. Want Abu Talib, die heb ik heel hoog zitten. Ja, kijk. Abu Talib, ik zag hem op tv. Nou, toen dacht ik weer, ja, 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 ja. Je zal toch maar Rotterdammer zijn. Hé, hey, je hebt zo'n burgemeester. Nou zeg, wat een heerlijk gevoel. En waarom? Hij houdt van Rotterdam. Dat is het. Dat proeft hij aan alles. Abu Talib, Ahmed Abu Talib, houdt van Rotterdam. Ja, dat is zijn stad. En wat doet hij nu? Hij wil de inwoners van Rotterdam beschermen. Ja, hij denkt alleen maar, ja, als ik niet alles heb gedaan om ze te beschermen tegen corona, dan ben ik gewoon een klootzak. Dat denkt hij zelf, ja. En dat wil hij niet, want hij wil gewoon altijd kunnen denken, ik heb er alles aan gedaan. Precies, en dat vertelde hij ook. Maar dat niet alleen. Want dan zegt iedereen van ja, maar het is helemaal niet bewezen dat die mondkapjes helpen. Nou, Abu Talib heeft daar helemaal niks mee te maken hoor. Abu Talib denkt alleen maar, luister, ik ga alles proberen om mijn Rotterdammers gewoon safe te houden. En dat doet hij nu. Ja, precies. En daarom moet je als Rotterdammer zo verschrikkelijk blij en trots zijn op Abu Talib. Want hij is gewoon een parel. Dat is hij. Een parel in de Nederlandse politiek. Dat is Abu Talib. Ja, hij was ooit even staatssecretaris. Heel even in Den Haag. En dat beviel hem niet. Hij vindt Den Haag, dat vindt hij niet leuk genoeg. Hij wil gewoon alles zetten op zijn Rotterdam. En dat is doodzonde eigenlijk. Want hoe leuk was het niet geweest? En hoe geweldig zou het niet zijn als Abu Talib onze minister, Nederlandse minister-president zou zijn. Ik bedoel, ideaal. Ik bedoel, hij is intelligent. En hij is slagvaardig. En hij is ook nog eens een keer moedig. Want hij heeft ook, de Marokkanen heeft hij stevig toegesproken in Nederland. Ja, en dat heeft hem zelfs persoonlijke beveiliging opgeleverd. Ja, dat moest dan op een gegeven moment. Maar daar zat hij niet mee, want hij bleef bij zijn standpunt. Hij is moedig, nu ook weer. Want hij gaat toch weer tegen de stroom in. Want de meeste Nederlanders, hij roeit tegen die stroom in. Want de meeste Nederlanders zijn natuurlijk tegen dat mondkapje. Maar hij denkt bij zichzelf, daar heb ik geen malle moer mee te maken. Ik doe het zoals ik het wil. En Rotterdam, zoals hij dat zegt, Rotterdam doet het zoals Rotterdam het wil. Hey, Abu Talib, ik feliciteer je met alles. Je maakt records. Je bent een legende voor Rotterdam. Wees trots op jezelf, Ahmed.